Het hart is een soort pomp die als een vast ritme samentrekt en bloed door het lichaam pompt. Het bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen voor je spieren en organen. Gemiddeld slaat het hart bij een volwassene zo'n 60 tot 70 keren per minuut. Tijdens inspanning kan je hartslag oplopen tot 160-180 keren per minuut. Je hart krijgt zuurstof en voedingsstoffen via de kransslagaders die als een krans om je hart heen liggen. Je moet soms extra hard werken, bijvoorbeeld tijdens sporten of heftige emoties, dat is geen probleem. De kransslagaders leveren gewoon extra bloed aan. Je hart is een holle spier met vier holtes. De bovenste twee zijn de boezems en de onderste twee de kamers. Via elektrische stroompjes trekken de boezems zich samen, daarna de kamers. Het zuurstofarm bloed komt vanuit je lichaam in de rechterboezem binnen. Vanuit de rechterboezem stroomt het bloed naar de rechterkamer. De rechterkamer pompt het zuurstofarm bloed via de longslagader naar de longen. De linkerboezem vangt het zuurstofrijke bloed uit de longen op. Vanuit de linkerboezem stroomt het bloed aan naar de linkerkamer. De linkerkamer pompt het bloed, zuurstofrijke bloed via de aorta het lichaam in, wat veel kracht kost. De linkerkamer heeft dan een dikkere spierwand dan de rechterkamer. De vier holtes in je lichaam zijn van elkaar gescheiden door vier hartkleppen. Deze zorgen ervoor dat het bloed maar één kant opstroomt. De mitralisklep, de linkerhartklep, bevindt zich tussen de linkerboezem en de rechterkamer. De aortaklep, halve maanvormige kleppen, sluit in de linkerkamer de opening naar de aorta af. De tricuspidalis klep, de rechterhartklep, bevindt zich tussen de rechterboezem en de rechterkamer. De pulmonaalklep, halve maanvormige klep, bevindt zich tussen de rechterkamer en de longslagader. Als je deze video leuk vindt, druk op like, comment en voor meer video's subscribe.